misschien niet de intro die jullie van mij gewend zijn. Nee. Het is een wesp? Nee. Nee, 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 nee. Let me explain waarom ik zonder make-up, zonder BH op de grond zit. Ik had dus een heel ander idee in mijn hoofd voor een video vandaag. En eigenlijk gaat het al heel de dag niet. Ik heb echt hoofdpijn en buikpijn. Alleen, ik wil zo graag dus aan mijn uploaddag houden. Ik dacht, waarom zou ik niet dit gaan filmen? Omdat het ook echt zo is en omdat het ook echt zo gaat, zeg maar. Elke vrouw die dit kijkt, kan dit echt begrijpen. En dat is dat je period hebben is gewoon niet een van de leukste dingen waar je naar uitkijkt elke maand. En ook eigenlijk voor mijn jongenskijkers. En ik weet dat het echt maar heel weinig is. Maar als je vriendin, je moeder, je zus, whatever. Misschien kan je het op deze manier wat beter begrijpen. Hoe iemand het dan voelt. Eigenlijk wilde ik jullie laten zien wat ik doe op zo'n dag als vandaag. Zo'n dag dat niks goed gaat, waar je nergens zin in hebt. Buikpijn, wil vreten. En ik heb ook geen eten in huis, het irriteert me echt super. Dus ik eet gewoon wat er is, zoals, weet ik veel, een pot Nutella of zo. Dus ik heb geen idee hoe deze video eruit gaat zien. Maar, hè, we gaan meemaken. Het is nu 3:00 'smiddags. En eigenlijk het enige wat ik vandaag heb gedaan, is gedoucht. Nou ja, dus het outfit aangetrokken. Dit is nog zo'n ondertop, dus ik wil nog een trui aandoen. Ik heb mijn skincare gedaan. Dedication. En toen begon ik dus met dingen op te schrijven voor een video. En dat lukte allemaal niet. En ik werd helemaal geïrriteerd. En toen dacht ik bij mezelf, Ro, it's okay. Weet je, dat is normaal. Go to bed. Dus toen ben ik gewoon letterlijk zo met mijn spijkerbroek in mijn bed gaan liggen. En nu zijn we hier. Maar ik ga jullie gewoon meenemen wat ik doe om zo'n dag een beetje te surviven. Enjoy. En als je ook on your period bent, you got this. Het eerste wat ik eventjes ga doen is iets comfortabels aandoen. Iets comfortabels. Oh, even kijken. Dit is echt maar de trui waar ik in leef op Lazy Sundays bijvoorbeeld. Of dagen zoals vandaag. Ik had deze trui vintage gekocht. Hij is van Nike en hij is mega lang. Dus ik doe zo meteen mijn broek uit. En dan ga ik zo in bed liggen. Oké, okay, goed idee, man. Let's go, let's go. Nou, well-being. Let's go for it. Are you kidding me? Vandaag. Ik snap er niks van. Dus ik had toch even een outfit change. Want ik stik bijna. Changings. Dit is zoveel beter. Zoals jullie zien was ik hier begonnen. Met mijn video idee. Maar ik kwam er gewoon echt niet uit. Dus ik ga het gewoon morgen of zo doen. Of een andere dag. Wat ik wel heel erg fijn vind is om gewoon lekker eventjes te schrijven. En gewoon alles te schrijven waar ik zeg maar zin in heb. Wat ik eruit wil gooien. Wat me irriteert. Wat ik heel leuk vind. Waar ik blij van word. Dat ga ik nu eventjes doen. Dus wat ik ga doen is lekker pizza bestellen. A few moments later. Hola, yeah, 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 yeah. Oh my god, I'm so happy. Ik heb pizza en de potato wedges. Hier zitten de potato wedges in. Kijken. Yummy. En ik heb een mini pizza besteld, omdat ik in mijn eentje niet zo groot pizza vandaag nog kwam. Kijk hoe cute. Chill saus. Super lekker. Ik ben een nieuwe serie begonnen. Het is een Franse serie. Het heet Plan Coeur.
op Netflix. Best wel een leuke serie tot nu toe. Als je een keer een Franse serie wil. Aanrader. Ik ga gewoon een mini mukbang doen. Ik vind altijd bij New York Pizza eigenlijk de lekkerste bestelpizza, zeg maar, in de buurt. En het komt echt door die met knoflook. En I love it. Ja, echt raar hoe eten mij zo happy kan maken. Vooral op dit moment. Lekker. Eigenlijk, als ik zeg maar mijn period heb, is er altijd één dag waarbij ik me niet heel top voel. Maar gewoon, vaak is dat de eerste dag en heb ik heel veel buikpijn. Kan ook met hoofdpijn, zeg maar, zijn. Eigenlijk gaat het verder wel. Maar vandaag, ik weet het niet. Het ging gewoon niet. Niks ging. Dus gelukkig ben ik het nooit zo lang. Echt maar 4 dagen. 4, 5 dagen. Grootste tip, soort van ook voor mezelf. Voor de ladies out there. Is luister echt. Vooral nu naar je lichaam. Maar sowieso luister eigenlijk altijd naar je lichaam. Maar als iets niet lukt, stop er dan gewoon even mee. Of bedenk iets anders. Of weet je, luister gewoon echt naar je lichaam. Als je moe bent, ga even slapen. Als je buikpijn hebt, neem wat thee. Een warme kruik. I don't know. Wees gewoon wat liever voor jezelf. Heb wat meer geduld. Vooral in deze tijden voor jezelf. En wees gewoon net extra liever of zo. Maar ik weet vooral als je, zeg maar, je periode hebt, dan gaat het echt nog niet zo makkelijk. Ik heb dit jaar echt zoveel geleerd over liever zijn voor jezelf. En ik kan echt super hard zijn voor mezelf en streng. Maar ik zie echt super grote veranderingen in dat patroon, zeg maar, wat ik had. En dat is binnen een jaar echt super erg veranderd. En ik ben zoveel liever. En ik heb zoveel meer geduld voor mezelf. En soms komt het wel weer naar boven. Maar ja, dat is oké. En ik moet er ook gewoon, ook ik moet ervan leren. En ook ik moet eraan werken. Maar het voelt zoveel fijner als je eigenlijk hetzelfde praat, soort van. Als je bijvoorbeeld tegen een vriendin of tegen een vriend zou doen. En dan maar tegen jezelf. Dus als je echt advies aan iemand zou geven. Of zo van, you got this. Weet je, als je dat echt tegen jezelf doet, dan voelt het ook heel erg fijn eigenlijk. En natuurlijk doen we het soort van sneller voor iemand anders dan voor onszelf. Terwijl het is best wel raar, want je bent eigenlijk continu met jezelf. Dus dat klopt niet. Dus dat wilde ik even zeggen. Dit is zo lekker. Oh my god. Ik hoop trouwens dat jullie deze video leuk vinden. Ik weet niet echt hoe ik hem ga editen, hoe ik hem ga doen. Maar ja. Weet je? Het is zoals het is. Ik heb alleen echt niet zo'n zin om mijn nagels te gaan doen. Ik vind echt nagels, I love them. Ik heb acrylnagels. Maar het duurt altijd zo lang. Je zit daar echt 1,5 uur. En waar ik ga, praten ze niet. Dus heel vaak doe ik gewoon maar 1 oortje in. Dan ga ik maar een beetje muziek luisteren of iets kijken. Dat ik het gewoon echt anders heel lang vind duren. Voor het drinken halen. Weet je wat trouwens ook heel erg blij maakt? Eigenlijk altijd. Muziek. Laten we een beetje muziek gaan luisteren. Mocht je nou nog andere video ideeën hebben. Dan vind ik Ro, dit zie ik nou niet vaak op YouTube. Laat het weten in de reacties. Wil jullie wat liedjes laten luisteren die op dit moment mijn favorieten zijn? Deze. Pretty Girl Vibes van J-Books en J-Books en J. Heb ik er nog een van J. Osso. Zo chill. Ik kom naar. Zo chill.
Dan vind ik deze nog leuk. Van Broederliefde. Shabiana. Applaus. Dit was even mijn muziekfragment van deze video. Weet je wat trouwens ook super lekker is? Om die zoetzure saus van de potato wedges. Ik ga lekker wat chills aandoen. Ga ik nog een beetje blush opdoen. Lipstiffie. En dan ga ik naar de nagelsalon. En dan zie ik jullie of daar. Of weer thuis. Want anders zit ik daar met zo'n grote camera. Ik film namelijk nu met mijn spiegelreflexcamera weer. Dus ik weet niet of dat een goed idee is. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik heb altijd, als ik zeg maar een beetje make-up op mijn gezicht doe, dat ik me wel al wat fitter voel. Misschien is het gewoon het idee of zo. I don't know. Maar het helpt het wel. Oké, let's go. Het duurde iets langer dan gepland, omdat er nog iemand voor mij was. En ja, het duurde gewoon lang, man. Maar ze zijn done. Look how pretty. Ik laat altijd acrylnagels zetten. En dat doe ik altijd bij Care for Your Nails in Rotterdam. En het is echt amazing. Het is wel prijzig, maar ze zijn altijd super mooi. En ze zijn geweldig. Volgens mij is er één keer eentje afgebroken, maar verder echt never. Dus ik ben er super blij mee. Dus ik ben wel blij dat ik ben gegaan. Maar ik ben ook blij om weer thuis te zijn. Ik ging nog even snel langs de AH to go. Omdat ik natuurlijk zei dat ik niks in huis had. En ik had nog tijd tussen mijn metro. En ik heb... Oh, ik had zoveel zin hierin. Fuse tea, black tea, peach, hibiscus genomen. Because I'm obsessed. En ik heb crackers genomen voor morgenochtend. Yum. En ik heb Maltesers. En ik had al in de bus opengemaakt. Ja, man. Je peach. Ongezond, wel. Maar ja, het hoort erbij. Dus dat is gewoon even mijn reden. Ik ga denk ik lekker douchen. Skincare even doen. Eten. Netflix. En ja. Welkom in mijn badkamer. Ik ga even de douche aan zetten. Oei, oei, oei. Mijn douche heeft altijd een beetje moeite met het opwarmen ofzo. Zie je mijn lens? Zie je dat? En ik echt, als het kon, zou ik ook leven in deze badjas. Het is zo lekker zacht. Het is van pantenprint. En I love it. En even een kaarsje aanzetten. Dit is echt een van mijn favorites. Ik weet niet wat hier is gebeurd. Soy candle. En het is de geur Patchouli Sweet Grass. Geweldig. Dus die ga ik lekker aanzetten. En dan douchen.